Yo, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe video in Mindtopia. Jongens, hopelijk hebben we weer zin in. Dit is voor mij 2 weken geleden dat ik voor de laatste Mindtopia heb opgenomen. Maar, speciaal voor jullie, heb ik vandaag een spannende aflevering. Ik kreeg laatst een anonieme brief, die ik helaas heb moeten weggooien. Want zo'n anonieme brief, dat is veel te gevaarlijk om te houden. Dus dat ga ik dus niet laten lezen. Maar, in die anonieme brief stond dat er een soort geheime manier was voor het bouwbedrijf om spullen achter te laten als ze er niet zijn. Want jullie weten heel vaak, het bouwbedrijf is vaak niet aanwezig. Ze zijn vaak bezig met klussen. Maar ik kreeg een anonieme brief van iemand, dus ik heb geen idee van wie, over een geheime smokkelmanier. En dat ook mensen aan het smokkelen zijn hier. Volgens mij komt de anonieme brief van de politie. Want de politie, die zijn niet helemaal netjes. Maar ik ga er niet over twijfelen. Het is tijdelijk eigenlijk actie gaan ondernemen, de server. Ik krijg een beetje geklaagd. Ik ga anders dus mijn huisje uit. Maar ik zo kijk zo, hey, eigenlijk moet ik even Cosmo bellen. Want Duffy die moet eigenlijk mijn tuintje goed maken. Want ik had dit huis toen gekocht voor 30.000. Echt super weinig had ik hem gekocht. Super chill was dat. En dat was wel een mooi prijsje. Maar ik heb ook geen post, helemaal niks. Dat is wel minder. Ja, goed. Ja. Maar ik moet even fixen. Maar ik ga dus even kijken. Want ik heb gehoord over een smokkelmanier. Wie de fuck woont er naast mij? Bram Steen advocaat. Gast, wat een stomme advocaat naast me, David. Alleen Joris online, op het moment. Maar, zoals je ziet wat ik nu doe, in de brieven, of in de palen van de lantaarns, zit een dispenser. Daar kan ik iets instoppen, bijvoorbeeld een flowerpot, stop ik erin. En als ik daarna weer kijk, weer die flowerpot. Hij blijft er gewoon in zitten. Dus dat is een hele sneaky manier om dingen door te geven aan een ander. En ik heb dus gehoord dat het bouwbedrijf daarmee werkt. Dus wat ik ga doen, ik ga nu richting het bouwbedrijf. En ik ga kijken wat diegene daarmee bedoelde, weet je wel. Want ik kreeg zo'n anonieme brief dat er ook iets voor me zou liggen. Bij het bouwbedrijf. Dus ik ga even checken wat het is. Het bouwbedrijf zit hier, geloof ik. Oh man, er wonen steeds meer mensen hier, joh. Ook mag niet in mensen in de brievenbus kijken. Dat is niet de bedoeling, sorry. Ga ik ook niet doen. Even kijken, dit is het bouwbedrijf. Geloof ik. Ja, dit is het bouwbedrijf. Dan ga ik die lantaarns even checken. Ik ga het even checken, want ik weet dat iemand anders er ook gebruik van maakt. Misschien heb ik die brief gekregen. Dus ik ga snel even kijken. Dus bouwbedrijf alleen boeken met afspraken. Oh, dus je kan een boek droppen en dan hebben ze een afspraak. De Spencer is leeg. Holy shit. 2 pickaxes. Oké. Okay. Ik denk dat diegene bedoelde dat ik dus die pickaxes moest oppakken. En daar iets mee ga kunnen doen. Want ik weet dat er items zijn in de server. Ik weet dat ook mensen zwaarden hebben. En met zwaard kan je niet iemand doodsteken. Met een zwaard kan je raampjes intikken. Dat houdt in dat je mensen hun shit kan slopen. Ik heb een pickaxe. Ik weet dat Duffy van het tuiniercentrum een axe heeft. Daar mag je hout mee weghakken. Maar ik heb een pickaxe nu. Dat wel gejat van het bouwbedrijf. Maar dat houdt dus in dat ik nu stenen kan weghakken. Holy shit. Wow, Mike in de huis is echt gepimpt, jongen. Holy gek. Mike is mijn buurmeisje in Mindtopia. Maar ze doet het goed. Ze is lekker bezig. Ik heb heel veel respect voor haar. Dat is leuk. Maar dit is het bouwbedrijf. En zoals je kunt zien is het gewoon... Ik heb gewoon 2 pickaxes nu. Want ik ga het uittesten. Ik wil het uittesten. Of ik iets mee kan slopen. En ik weet wat ik ga doen, denk ik. Ik ga denken... Zal ik het doen? Zal ik gewoon bij iemand naar binnen gaan? Ik denk ik gewoon naar binnen ga. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst even veilig om me heen kijken. En wat is een betere plek om te doen vanaf mijn eigen club? Want mijn club natuurlijk, hè, dat is mijn club eigenlijk. Ik heb verhuurd aan Matthijs en Dion van teveel vraagt. Maar die gasten zijn er nooit en ik heb besloten hun van mijn land af te gooien. Oh, het postkantoor weer een brief achtergelaten. Wat nou, best ontvangen. Het postkantoor is vandaag geopend. Bladibladibla. Post laten bezorgen is €25 per boek. Ja, dikke doei. Gaan we dus niet doen. Gooi lekker terug in mijn postbriefbus. Maar ik moet hier dus Dion en dingen weghalen. Hebben ze hun eten vergeten mee te nemen? Want ze hebben al mijn eten gekocht toen. Hebben ze het vergeten? Nou, helaas. Ze hebben wel alles weer meegenomen. Dat is wel weer jammer. Maar ik heb nu dus een lege club. Ga ik een nieuwe eigenaar voor zoeken? Of ik ga het zelf proberen te runnen? Het moet makkelijk lukken. Ik denk, ja, het is een mooie plek. Ik had toen voor een mooi prijsje gekocht. 150.000 plus kosten voor het maken. Ik denk dat het makkelijk voor 3 ton. Dus 300.000 wel weer kwijt kan. Maar goed, wat ga ik doen? Ik wil even kijken hoe mijn huisje test. Ik denk dat het niet slim is om het te doen in de buurt van het centrum. Want Joris loopt daar rond. Maar ook meerdere mensen. En daar zit een winkeltje. En winkeltjes hebben meestal wat centjes. Dus ik denk dat ik even ga kijken bij dat winkeltje daar. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet ook voor wie het is. En überhaupt
waarom iemand dat koopt, zeg maar. Maar we gaan het even kijken. Het is een winkeltje aan de buitenkant van de stad. Het is het. Wat is het? Wat is het? Het is een leeg huis. Oké. Okay. No Liver. Plot 153. Oké. Okay. Kan ik hier overheen? Ik kies een aanbouw. Dit is dus van No Liver. Het leek op een winkel. En dit is dan. Wat is dit? Ik ga kijken wat hier zit. Hier zit de slager van Gijs voor al uw kwaliteitsvlees. Dit is daadwerkelijk een winkel met eten. En ik heb zelf nog maar 4 broden. Wat ik ga doen. Ik ga inbreken bij Gijs. Ik ga het proberen. Gaat het lukken? Ik mag dus niet dit weghalen. Dat kan dus niet. Maar wel steen. Oh man, ik moet wel geshift blijven. Ik weet niet wat Joris is. Oké, okay, we gaan hier naar binnen. Werkt het, werkt het? Oh, het werkt. Het werkt. Oh god, man. Cool cell. Brrr. Boeken. Special deal. Investcontract. Akkoord. Drakenvleesdeal. Bungee type. Oké. Dit is wel veel. Ik neem wat cooked pork chop mee. En ik neem een hele stacked cooked rabbit mee. Oké, okay, eindstand joint game. Ik moet wel snel zijn, jongens. Nu wil ik echt snel zijn. Hup, we gaan weer naar buiten. We gaan weer naar buiten. En ik kan het nog dichtgooien ook. Holy shit. Wat zit hier? We gaan hier kijken wat hier zit. 1, 2. Ik weet niet waar die eindstand is ingelogd. Oké. Okay. Go, 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 go. Hup. Contract laag, Potion of Invisibility. Drakenvlees. Daar neem ik een mooi 3 van mee. Glistering Melons neem ik mee. Halve stack Golden Apples neem ik ook wel mee. Dat het niet te veel opvalt. Dat Gijs niet inlogt en alles weg is. Ik heb gewoon gestolen, ouwe. Oké, okay. Niet doen alsof ik bang ben. Dat is het normaalste wat ik kon doen. What the fuck wordt daar dan gebouwd? Jezus, er zijn steeds meer rijke mensen op de server. Rachtanatos of zo met zijn fraude. Allemaal gekke shit. Maar oké, okay, het is me gelukt. Voor wie is dit? Het is dus van No Liver. Het is degene die het langs op de server speelt. Qua uren. Ik ga even kijken of ik hier ook naar binnen kan. En dan ga ik even kijken of ik hier wat mee kan doen. Dit is wel iemand die veel geld heeft, denk ik. Want hij zit veel op de server. Go. Boek een quill. 3000. Plus 200. 3200 heb ik al gejat van hem. Mooi. Hup, naar binnen. Naar buiten. Toppertje. En ik heb nu 3000 verdiend. Plus alles wat bij Gijs lag. Wat eten verdiend. Hoef ik niet te kopen nu. Oh, shit, jongens. Oké, mooi. En dit was het. Was het die kist daar? Was dat het in geweest? Was dat die kist? Ja, dat was die kist. Oké, mooi. En nu moet ik één ding doen. Dat is gewoon wegwezen hier. Gewoon wegwezen. Oprotten. En het geld zo snel mogelijk spenderen. Dat het niet bij me gevonden kan worden. Maar ja, weet je. Het is. Ik heb al zoveel geld. Mensen kijken niet raar op als ik veel geld heb. Of rare spullen heb. Oh god, man. Ik heb zojuist gewoon ingebroken ergens. Hartstikke tof. Maar. Ik weet niet wat ik moet doen nu met die pickaxe. Want die heb ik nu bij me. Stel je voor, ik word ooit gefouilleerd door politie. En ik heb die pickaxe bij me. Dan ben ik natuurlijk de dader. Dus dat is wel. Dat is wel gevaarlijk. En ondertussen zie ik hier het huis van iemand. Dit grote huis waar mensen gaan wonen. Er zijn mensen hebben het gekocht. Een Niels en Susanna. En er zit een kist in. Maar ik denk dat ik niet te veel ga moeten stelen. Als ik dat ga doen, dan gaat het opvallen. En dan komen natuurlijk mensen bij de politie van... Hey, er is van mij gestolen. Wat is er gebeurd? En blablabla. En dan heb ik een probleem. Dus dat ga ik dus niet doen. Dus ik heb gedaan wat ik moest doen. Mijn pickaxe werken. De anonieme brief. Ja, van wie is die? Die weet natuurlijk dat ik het doe. Dus dat is wel gevaarlijk. Ik denk dat de volgende keer ik iets heel groots wil gaan plannen. Dat ik goed moet nadenken over wat ik precies wil doen. Want ik denk... De bank. Ik denk de bank wil overvallen. Goed. Dat wordt toch wat. Het wordt een heel geplan. Dus David zit hier. Maar David van die inbreken. David is natuurlijk een vriend van mij. Ik denk de bank wil overvallen. Dan ga ik mijn huisje weer in. Waar ik binnenkort eventjes met jullie allemaal naar de IKEA ga. Want ik heb dat huis dan overgekocht. En het ziet er eigenlijk niet zo mooi uit. Ik bedoel, die NAVA-kleden. Bleh, niks van mij. Bleh, overkotsen. Maar goed, dus de volgende keer ga ik proberen in te breken bij de bank. Holy shit, wat een goed idee. Oké, mensen, in ieder geval. Vond je het een leuke video? Laat een blauw duimpje achter omhoog. Laat niks weten aan alle andere YouTubers dat ik dit gedaan heb. Wat ik gestolen heb. Dat is namelijk geen goed idee. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Ik zie jullie graag in de volgende video. Laat een afstand ziens. En we gaan proberen te gaan voor de 1000 duimpjes omhoog. Laat zien hoeveel jullie van Mindtopia houden. Peace!